zomaar een Audi. Het is niet. Een gemiddelde Audi doet namelijk niet dit. Dit is een RS6. En een RS6, ja, dat is leuk natuurlijk. 580 pk, net geen 600. Best wel aardig. Maar dat is het ook niet. Dit is de auto van John Olsen. En John Olsen is freestyle skier. En dat niet alleen. Hij is ook man die graag in de aandacht staat. Het is ook wel voor blokrenner. Er zit een 8 cilinder in met 2 turbo's. En net geen 1000 pk. Oh, dat is netjes. Keurig. Sorry, was even gassen. Oké, hoi. Doet hij met heel bijzondere auto's. Misschien kennen jullie hem van een Lamborghini met een skikoffer op het dak. Hij heeft van alles gehad. En dit is zijn laatste project geweest. Die auto is in Nederlandse handen inmiddels. Het is een Audi RS6. Lijkt op een DTM Audi. Heeft turbo's met een binnenkant van goud. Echt waar, 18 karaats. Verder is er van alles aan gedaan. En dan heeft die auto 950 pk. Tenzij je er benzine ingooit met een octaangehalte van 105, dan gaat hij over de 1000 pk. Nou, dat kan ik natuurlijk niet allemaal voor mezelf houden. Even kijken wat mijn Twitter-volgers ervan vinden. We gaan naar de Dam in Amsterdam. Ik roep iedereen op even te komen kijken. Ja, heel gaaf. Ik heb 1,5 uur gereisd. Echt waar? 1,5 uur gereisd? Wat vindt u ervan? Het ziet er wel mooi uit. Goed toch? Ja, ja, hè? Allersnelst is van dit jaar. Allemachtig zeg, wat een machine.